maken met u een nostalgische tocht door Den Haag. Den Haag zoals het was in de jaren 30 en 40. Een tocht die voor sommige dierbare herinneringen zal oproepen en voor anderen voornamelijk verbazing. Ik zit hier in het Gouden Hoofd. Al vanaf 1420, toen de Haagse ooievaar, bekend uit het stadswapen, hier rondstapte op de dagelijkse groenmarkt, de huiskamer van Den Haag. Een bruisend stukje Den Haag, want Den Haag, zo wil dat tegenwoordig, bruist wel degelijk. Al is het ook een stad vol met monumenten. Al is het ook de schrijftafel van Nederland. Al is het ook de meest groene stad van Europa. Of de internationale managementstad aan zee. Kortom, Den Haag is alles en veel. Maar om op dat bruisen terug te komen, laten we beginnen op een plekje waar het altijd al druk is geweest. Het vroegere Staatspoorstation. Dit is dat Staatspoorstation op een foto uit eind vorige eeuw. In 1973 verdween dit vertrouwde beeld, het station in zijn laatste dagen, met daarachter al het nieuwe Centraal Station. Dat nieuwe station is inmiddels heel groot en heel uitgebreid geworden en het groeit eigenlijk nog steeds. Buiten het station is en wordt ook veel vernieuwd, maar een stuk bezuidenhoutse weg ligt er nog altijd als vroeger bij. En daar, aan de rand van het Haagse Bos, daar had je vroeger tot in de jaren 70 het restaurant Boslust. Eigenlijk wel het café-restaurant voor de betere stand. De Haagse dames wandelen hier, de bezuidenhoutse weg. En op de achtergrond zie je de parasols van Boslust nog. En nu kunnen we via de Herengracht het Haagse centrum inlopen, maar we gaan eerst eens naar de dierentuin. Nou ja, de vroegere dierentuin, achter de Koekamp en het Malieveld. De dierentuin die plaats maakte voor het provinciehuis en dat verdween ook weer, omdat het veel sneller versleten was dan men bij de bouw had gedacht. Naar binnen dan, door de prachtige oprijlaan en de indrukwekkende ingang met het schitterende hek. De dierentuin was voor vele generaties Hagenaars een zondagsuitje. En er waren niet eens zoveel dieren, zeker niet zoveel als je er tegenwoordig in de dierentuin vindt. Maar er was een berenkuil en een apenrots en Betsy was er, de olifant. Enfin, er was heel veel te beleven. En er was ook met regelmaat kermis. De Haagse kermis, die op het Malieveld niet eens zo ver weg is van de vroegere plek die hij in 1898 mocht innemen. Kermis dus in de dierentuin. De dierentuin ook, met dat prachtige gebouw, bijna in Moorse stijl. Met de beroemde concertzaal. De zaal die voor alles diende. Wie is er niet ooit geweest voor het jaarlijkse personeelsfeest, het eindbal van de dansschool, voor een echt concert. Van Klein maar Dapper tot en met Duke Ellington. Voor een politieke vergadering waar Drees sprak. Of voor een bokswedstrijd van Luc van Dam of Giel de Rode. In 1968 was het ondanks veel protesten voorbij met die dierentuin. En er zijn er die tenminste de afbraak van het specifieke gebouw tot ver na het jaar 2000 zullen blijven betreuren. En laten we nu toch maar naar de Herengracht gaan. We kiezen de weg langs de Koninginnengracht en de Prinsessengracht. We zien opnieuw de Koekamp
waar de koeien, waaraan dit stukje stad zijn naam dankt, inmiddels wel drastisch van gedaante veranderd zijn. De Herengracht was wel degelijk gracht en werd in 1858 gedempt. En hij was ook niet alleen voor de heren. Hij was en is er gewoon voor het grote publiek. Geen Hagenaar overigens kent eigenlijk het monument dat op de brug bij het begin of, zoals u wilt, bij het eind van de Herengracht staat. Het is een beeldengroep die symboliseert het begin van het graven van de Haagse grachtengordel, die er ook wel degelijk is of was. Al sedert 1613. De prins Maurits van toen vond dat het moest, die grachten. En de burgers gingen graven. Door burgersdaad op Maurits raad deze singel ontstaat. Dat is de tekst die op de beeldengroep is vermeld. We kijken wat rond op de Herengracht, die voor veel Hagenaars toch ook de straat is van de bioscoop Odeon. Die overigens vroeger een theater was, die bios, en de naam droeg van een van de beroemdste spelers uit de Nederlandse toneelgeschiedenis, Eduard Verkade. In 1928 werd Theater Verkade bioscoop Odeon. In 1983 overleefde de bios een spectaculaire brand. En dan richten we de blik op de korte poten. Hoe komen we er eigenlijk aan? Vroeger, heel vroeger, stonden er wilgenbomen in die straat. En die heette toen de Willige Poten, die bomen. En de straat, ja, dat werd dan dus de Potenstraat. Smal, die korte poten. En toch perste zich, 80 jaar geleden, er nog een tram doorheen ook. Enkel spoor, dat spreekt, want de tram van de andere kant reed door de Herenstraat. Ook die Herenstraat komt, net als de beide poten zullen we maar zeggen, uit op het plein. Dat plein waar de landspolitiek zit, flaneert of gehaast voorbij rent. Dat plein was vroeger de kooltuin of misschien wel de knollentuin van de graven van Holland, die toen vanaf het Binnenhof regeerde. Later stond het gebouw van de Hoge Raad er, dat ook alweer weg is ten behoeve van de landspolitiek. De rechtsgeleerden die de wacht hielden verdwenen naar een pleintje in de Kazernestraat. Er kwam ook een parkeergarage en dat alles werd Willem van Oranje net iets te veel. Hij draaide zich een kwartslag om en ontmoet daar ook alweer nieuwbouw bij de Lange Poot. Door die Lange Poten zocht zich tot 1940 ook al een tram een weg, lijn 6. We kijken de Lange Poten in en de blik wordt dan onvermijdelijk getrokken door Hotel Centraal. Dat eigenlijk van uiterlijk niet zo heel erg veranderd is. Qua bestemming wel. Geen hotel meer. Niet meer dat prachtige restaurant waar vroeger de befaamde thé dansants plaatsvonden. Nu is er de plek waar hooggeplaatsten sliepen en confereerden en waar bijvoorbeeld de KNVB werd opgericht. Nu is daar onder andere het internationaal perscentrum Nieuwspoort. En nog even een blik op het spui en dan maken we een uitstapje, een omweggetje, zou je kunnen zeggen, naar het station Hollandspoor. Om van daaruit weer terug te keren naar dit stadscentrum. Hier kijken we vanaf het stationswegtracé naar het station. Die stationsweg was, met fleurig groen en een nette bebouwing, een mooie entree naar het Den Haag van de vorige en het begin van deze eeuw. Maar in de loop van de tijden kwamen er trambanen en verdween het groen ten behoeve van bushaltes. Station Hollandse Spoor is in tegenstelling tot, de naam zegt het al, het staatsspoor, gebouwd door een particuliere onderneming, de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij. Dat Hollandspoor
is nog een van de best geconserveerde stations van ons land. En dat ondanks de bijna vernietigende branden, waarvan die in 1989 wel de ergste was. Tot op de dag van vandaag hebben de perrons nog veel van de sfeer van vroeger. En die sfeer wordt natuurlijk in het bijzonder bepaald door de immense overkapping. Hier vanuit het Hollands Spoor nam je de trein naar het noorden en naar het zuiden. Naar Leiden en Amsterdam of naar Delft en Rotterdam. In tegenstelling tot het Staatsspoor, dat een zogenaamd kopstation was en is, en van waar de trein heel lang alleen maar naar Gouda en Utrecht ging. Op het Hollandspoor kon je veel meer kanten uit, zelfs naar Pijnakker en Berkel en naar Scheveningen met het Hofpleintreintje. We stappen het Hollandse spoor uit en lopen even naar rechts, naar een plein dat bijna alle Hagenaars van zeer veel generaties zich eigenlijk alleen maar als chaotisch herinneren. Nooit slaagde iemand erin om een ordentelijk en gevaarloos verkeersplein van het Rijswijkse plein te maken. Maar je moet toegeven dat dat ook niet eenvoudig is. Veel belangrijke wegen, van heel vroeger en veel later, kwamen hier aan de vroegere rand van de stad bij elkaar. Het eens zo bruisende en toch ook wel pittoreske Rijswijkse plein, onveranderlijk gebruikt door degene die er een Haags zinnetje uit willen gooien. Het vroegere Rijswijkse plein. Ja, daaraan wordt nu alleen nog maar herinnerd door het paviljoen. En dat paviljoen was een plaats van samenkomst en onveranderlijk vertrekpunt voor als je buiten de stad moest spelen. Of dat nu in een voetbalelftal was of in een Dixieland orkest. Het paviljoen was vroeger het accijnshuisje, logisch, want de handel kwam daar per kar of trekschuit de stad binnen. En over schuiten gesproken en het afladen ervan, dat gebeurde aan het Spui. En daar kom je dan via het Zieken- en de Pletterijkade. Vreemde namen, maar wel verklaarbaar. Zieken komt van Melaatsen en Leprozeninrichting. Die stond hier vroeger. En de benaming van de andere kant, de Pletterijkade, dateert nog van de ijzer-, lood- en zinkpletterij, die uiteraard nog niet in de heel vroege dagen hier gevestigd was. Die later verhuisde naar een plek aan de Schie tussen Rijswijk en Delft. En wie daar vandaan weer terugvaart via de trekvliet naar Den Haag, die komt weer aan de Pletterijkade uit, of op het Zieken natuurlijk. Het Spui was dus het verlengde van het water langs de kaden van Zieken en Pletterij. En het heette ook wel Spuigat, een levendig handelscentrum. Want de beurtschippers en de trekschuiten uit Gouda en Delft brachten er hun waar aan wal. Tot ruim in het begin van de 20e eeuw. Maar ook het Spui, waarvan de oevers het verkeer niet meer konden verwerken en waarvan het water tenslotte een riool van de groeiende stad werd, ook dat Spui, dat werd gedempt. Nog lang kon je zien aan de huizen dat ze aan de gracht hadden gestaan, maar tenslotte verdwenen ook de grachtenpanden om plaats te maken voor toch ook monumenten van kunst en cultuur, zoals het AT&T Danstheater, waarmee Den Haag het enige echte danstheater in de hele wereld bezit, de Dr. Anton Philipszaal en het nieuwe stadhuis. We zijn daarmee al vlak bij de Hofweg, maar we maken eerst nog even een verkeersovertreding die duizenden mensen van buiten de stad al tientallen jaren argeloos maken. Linksaf de Grote Marktstraat in.
Grote Marktstraat, winkelstraat en verkeersader. Vanaf 1930 dateert de grote groei, toen de grote warenhuizen er kwamen en grote winkels, veelal voor kleding. De Bijenkorf was een van de eerste nieuwe en architectonisch gesproken ook mooie en tijdloze gebouwen. En binnen vond je iets dat Den Haag opstuwde in de vaart der steden, want de Bijenkorf kende een hoogst modern fenomeen, roltrappen. Ook iets heel bijzonders stond er op de andere hoek van de Wagenstraat en de Grote Marktstraat, het gebouw van de Haagse Courant, waar je door de etalageruiten heen bijna ademloos naar de draaiende persen kon kijken en waar het nieuws ook via de allernieuwste technieken werd verspreid, want met een lichtkrant op het dak van zo'n wonderbaarlijk bouwsel dat in heel Europa ook bekendheid kreeg vanwege zijn nieuwigheid, een planetarium waar via een ingenieuze machinerie de sterrenhemel werd binnengevoerd. En we hadden het over de Wagenstraat, die zijn naam ontleent aan de wagens die vroeger via deze weg van en naar Delft reden. Na de Eerste Wereldoorlog en tot aan de jaren 40, misschien ook nog wel even daarna, was dit het winkel- en uitgaanscentrum, grenzend ook vlak daarachter aan de levendige Haagse Jodenbuurt. Op de buurt heette dat. De Wagenstraat met zijn bioscopen en dancings, zoals Tabaris en met dat prachtige theater waar ze allemaal hebben gestaan. Van Bugio tot Lou Bendy en zijn broer Willy Derby. Van de Bouwmeesterrevue tot Walden en Muizelaar. Van Willy Alfredo en Kees de Lange tot Toon Hermans en Johnny Kraaikamp. En als het afgelopen was in de Scala, dan ging je nog even een broodje eten. Zaken te kust en te keur op dat gebied in de Wagenstraat. Zoals bijvoorbeeld de befaamde Klink. In 1956 moest Scala met zijn befaamde artiesten nachtcafé in de vorm van de Scala Bodega opeens het veld ruimen. Een heel groot en nimmer gevuld nostalgisch gat achterlatend in de vorm van een volstrekt ontoereikend parkeerterrein dat er nog zo ongeveer tot het eind van de eeuw zou blijven liggen. En we gaan weer terug naar de kruising Spui-Grote Marktstraat en dan nemen we de richting Hofweg. Daar, de achtergrond links, zien we de bioscoop Asta. Een avondje Asta, een avondje bioscoop, was vroeger meer dan alleen maar naar de film. Er traden artiesten, conferenciers, acrobaten en muzici, orkesten en organisten op. En na een avondje film of theater ging je naar Hek. Na lang in de rij te hebben gestaan, mocht je binnen. Dan kon je wat drinken. En ook een beetje op zoek gaan naar wat toen heette verkering. Naast Hek had je de Kroon. En wie is daar niet geweest voor een vergaderingetje of om een bestraffing wegens een sportovertreding in ontvangst te nemen? Er was ook de Piccadilly. En dat soort gelegenheden werd bezocht door de demi-mondaines. Die kwamen, net als alle anderen later voor hun verkering, voor een nieuwe kennismaking en een nieuw avontuur. Mooie kleuropnamen zijn dit overigens heel oud al. Van het punt Spui Lange Poten. En daar vinden we dan ook de House of Lords, dat zijn naam dankt aan de Eerste Wereldoorlog. Hier kwamen de gegijzelde Engelse officieren bijeen om de toestand te bespreken. Het gewone volk keek tegen deze heren op en noemde ze al gauw de Lords. En ladies natuurlijk. En daarvoor bestond de bar al onder de naam Lion d'Or, omdat de oranje klanten hier bijeen kwamen. Dit is, zou je kunnen zeggen, de buitenkant van het Binnenhof. Dat we zometeen optisch gaan bezoeken. Hier nog even de Hofweg en de ingang, een van de ingangen van de Passage. Links de bioscoop, zoals die vroeger was. En hier dan, door de poort vanaf de Hofweg bekeken, het Binnenhof. Dat heeft ooit op de nominatie gestaan om te slopen. Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Maar eind vorige eeuw dachten ze er zo over. In de loop van de eeuw is het Binnenhofcomplex drastisch veranderd. En het is een beetje een allegaartje van stijlen geworden. Alleen het torentje van de minister-president. Het torentje van Acht en Lubbers en Kok. Dat is nog middeleeuws. Binnenhof
is nu de plaats voor demonstraties en in de tijd danste men er. Gewoon vrolijk om de fontein met graaf Willem II. En nu kijken we weer naar buiten, van het binnenhof naar het buitenhof. En dat buitenhof was het voorplein van het graaflijk kasteel in de middeleeuwen. Later had je er een urinoir, een openbaar urinoir. Netter dan de krul van Amsterdam, want onder de grond. Er kwam ooit een schuilkelder voor in de plaats. En hier hebben we de bioscoop Cineac. Daar kon je zo lang mogelijk voor één geld blijven zitten. Althans, dat probeerde je. Je moest de portier rondlopen. Vroeger was Cineac het restaurant Les Deux Villes. Het werd opgericht toen Juliana en Bernard trouwden. Kiosk van Berlage, de bouwmeester van Den Haag, zou je kunnen zeggen. Via die kiosk gaan we even op de Groenmarkt, daar pal achter kijken. Rond 1900 was dit een knelpunt van doorgaande wegen. Op de Groenmarkt vinden we, nadat we de Gravenstraat even doorkruist hebben, natuurlijk aan de rechterhand het Gouden Hoofd. Datzelfde Gouden Hoofd waar we onze rondwandeling begonnen en dat een van de alleroudste herbergen van Nederland is. In 1660 verbouwde Pieter Post, de beroemde Pieter, het. En na diverse verbouwingen kwam het in een reconstructie weer terug in de staat waarin de beroemde bouwmeester het had gebracht. Eind jaren 60 verrees ook dit infocentrum dat in de plaats kwam van een politiebureau dat tegen het oude raadhuis was aangevlijd. Ook op de Groenmarkt het Zuid, een van de vele dancings, waar je werd gemaand om niet te innig te dansen tijdens de tango, die in die jaren door de kranten van ongehoord zedenbederf werd genoemd, met dat gespring en geschuifel. We gaan langs de Groenmarkt maar weer even terug naar het Buitenhof. Via een route die ook nu nog een van de belangrijkste en meest levendige centra van Den Haag is. Veel winkels, veel winkelend publiek. En dat is er dan ook nog altijd. Kijk maar, op de oude beelden is het druk. Wie er vandaag de dag in de Venestraat bijvoorbeeld, die we zojuist zagen, een kijkje neemt, die vindt dat het nog even druk is. Zij het niet met automobielen, want die mogen er daar al lang niet meer door. De gevangen poort. Oorspronkelijk verbond de poort de twee stadsdelen via de plaats met het buitenhof. We kennen nog wel de gevangen poort met het kleine zijpoortje, maar laten we eens kijken naar de verdere ontwikkeling van dit stukje Den Haag. Want het heeft er lang niet altijd zo uitgezien. Daar is die oude gevangen poort. En hier is hij in de nieuwste vorm. En over veranderingen gesproken, de discussie over de doorbraak tussen de Kneuterdijk en het Buitenhof, die we hier in beeld hebben, heeft zo'n 20 jaar geduurd. Er hebben vroeger huizen gestaan aan beide zijden. Dat zien we hier. Die huizen zijn afgebroken en daar is dus de Vijverdam voor in de plaats gekomen. En vanaf die Vijverdam kom je ook op de plaats. Ook een historisch stukje grond, want op die plaats stond het schavot waar heel wat koppen zijn gerold van beroemde Nederlanders. Johan de Witt, Johan van Oldenbarneveld. Na de herbestrating in de jaren 80 is een beroemd stukje steen, of zijn beroemde stenen van die plaats, in onwetendheid weggegooid. Maar krul, het begrip krul, dat bleef. Een tieroom voor de betere stand. Er zit nu een heel ander bedrijf in, maar gebak van krul, en daar was krul
dat hoor je tot in lengte van jaren nog in Den Haag. En zeker in en om de plaats. En vanaf die plaats gaan we terug naar het Hofvijvergebied. Het gedeelte van Den Haag dat echt nauwelijks is aangetast. Kijk maar. Kijk maar naar de Lange Vijverberg. Waar ze met opgegraven zand uit de tegenwoordige Hofvijver een prachtige flaneerplaats hebben gemaakt. Hier is de Hofvijver met het eiland dat van tijd tot tijd bezet wordt. De ene keer voor een ludieke manifestatie en de andere keer uit een bitter protest. Want daarachter, achter die ramen, daar zetelen ze. Degenen die Nederland regeren. Daar zetelen ze al heel lang. Er worden debatten aangeknoopt achter die eerbiedwaardige oude muren. En vlakbij de plaats waar vroeger echte gevechten plaatsvonden. Het toernooiveld. En via die plek komen we bij de Koninklijke Schouwburg. Die is gelukkig bewaard gebleven van dat stuk Den Haag dat eigenlijk in zijn geheel er nog had moeten staan. De andere kant is weg. Dat komt door een bombardement in de oorlogsjaren. Een verkeerd bombardement, want hij had eigenlijk een V2-installatie willen vernietigen in het Haagse Bos. Hotel des Indes. Vanaf 1881 als hotel ingericht. In 1931 stierf hier de danseres Anna Pavlovna aan een longontsteking. En een paar panden verderop lag Royal. Ooit het woonhuis van Constantijn Huygens. Alleen aan de naam op het pand is te zien dat hier ooit beroemde gasten dineerden. Beroemd, ach, misschien ook wel berucht, want niet alleen Moshe Dayan, maar ook Hermann Göring zat hier aan tafel. Aan het einde van het voorhout ligt het paleisvoorhout, waar koningin Emma heeft gewoond. We kijken er recht naartoe. Ze leefden er tot 1934. Wie Den Haag kent en de camera volgt, die ontdekt dat we nu de Parkstraat ingaan. Daar is hij. En als we vanuit de Parkstraat dan het eerste drukke kruispunt tegenkomen, dan is dat de viersprong bij de Mauritskade. Vandaag de dag heel druk, maar dat was het, zoals u ziet, vroeger ook al. En vanaf die kruising, Mauritskade Parkstraat, kom je via de Alexanderstraat naar plein 1813. Daar zijn we nu aangeland. Nog steeds staan op dat plein prachtige villa's uit de tijd dat Willem II, onze koning Willem II, van het park af wilde, het openbaar maakte en er een villa-park werd gebouwd. Nog steeds staan die prachtige villa's uit die tijd op dit plein 1813. Ambassadeurs wonen hier en sommige mensen die het kunnen bekostigen om in dit oude stukje stad, waarvan hier de Javastraat zichtbaar is, te wonen. De Javastraat, dat doet denken aan de archipelbuurt. Beroemd uit de boeken van Couperus onder andere. Hier is de hoek Laan van Meerdervoort Annapolonastraat. Met het gebouw van de Haagse Verzekering. Het begin van de Laan van Meerdervoort, ooit de langste laan van Europa. Hier hebben we dat verzekeringsgebouw en links op de achtergrond, daar zal het zo opdoemen. Het Carnegieplein en het Vredespaleis. Het Vredespaleis, in 1913 gebouwd op de plek
waar eerder paleizen Rustenburg en Buitenrust stonden. Het Vredespaleis, waar toen en nu gewoon een ijskoopman staat en stond. Tegenover het paleis Café de la Paix, waar veel Hagenaars een zondagskopje koffie dronken. En hier de halte van lijn 8, want lijn 8, dat was een speciale tram. Die ging met open wagens langs de Scheveningse weg, op weg naar Scheveningen. Het tolhuis is hier aan het begin van die Scheveningse weg. En het is duidelijk dat daar tol werd gevraagd. Tegenwoordig moet je in Scheveningen de tol van de drukte betalen. Maar toen ging het nog allemaal rustig, met de tram. En dan zijn we in Scheveningen, of eigenlijk moet je zeggen, als goed Hagenaar, op Scheveningen. Via de Keizerstraat komen we bij de oude Scheveningse kerk. Nog steeds het middelpunt van veel Scheveningse activiteiten. En vanaf die Keizerstraat gaan we de Juriaan Kokstraat in. Ook al een straat uit de jaren 20 en 30... die een beetje het nieuwere Scheveningen symboliseert. En via dit ouderwetse muzikale vertier komen we in Scheveningen zoals het echt vroeger was, met Sein Post, een café Chantant, na de oorlog een bioscoop en daarna afgebroken. Geworden tot een appartementencomplex, zoals we dat hier vanaf de zeekant zien, maar wel met een prachtig restaurant in het midden. En dan weer op weg naar de Geversdijnootweg en via die beroemde weg naar het Geversdijnootplein, waar zich tot in de jaren 60 een macht aan nachtclubs en andere zaken van vertier bevond. Het Geversdijnootplein was het amusementscentrum, niet alleen van Den Haag in de zomermaanden, maar ook, zou je bijna kunnen zeggen, van heel Europa. De Koerzaal, waar eens de Rolling Stones en Marlene Dietrich en Charles Aznavour en het residentieorkest onder Leonard Bernstein optraden. En langzaam laat de camera van de oude cineast ons genieten van een blik op het Palace Hotel. Een weelderig hotel met een prachtige hal, geopend in 1904... Het hotel waar veel groten der aarde logeerden, op alle mogelijke gebied. En waar ooit een bediende een fooi kreeg van 1000 gulden. De man kon voor een half jaar naar huis. De lounge van het Palace Hotel. Herinnering. Want hier, op deze plek, staan nu torenhoge gebouwen. En alleen de naam Palace Promenade herinnert nog aan het hotel dat volgens velen nooit had mogen verdwijnen, dat in lengte van jaren gerestaureerd had moeten worden. Vanaf het Palace Hotel was dit eens het uitzicht over het Geversdijnootplein. Nu is het Circus Theater vanaf deze plek al niet meer zichtbaar. Ja, dat Circus Theater, het staat er vanaf 1904, toen het in Jugendstil-stijl werd gebouwd en gebruikt als circus. De familie Strasburger regeerde er. Het werd theater toen in 1963 in Den Haag KNW afbrandde en er behoefte was aan een nieuw theater. Dat nog veel nieuwer werd toen Joop van den Ende het kocht voor een symbolisch bedrag en er een musical theater van vandaag de dag van maakte. De boulevard, in de loop van vele decennia altijd het trefpunt gebleven van iedereen die even een frisse neus wilde halen, die even bruin wilde bakken, die even wilde flaneren. Want op de boulevard, welk jaargetijden het ook is, Scheveningen leeft immers 4 seizoenen lang, op de boulevard, daar moet je je laten zien.
Het Kurhaus, zoals het er nu al vanaf 1979 bij staat, kent zijn derde versie, want het gebouw werd in 1885 al geopend. Helaas, in 1886 brandde het via een hele grote brand tot bijna op zijn grondvesten af. Het werd herbouwd, het verrees in zijn oude glorie en zo valt het eigenlijk nu nog te bewonderen. Met zijn uitzicht op de pier, eigenlijk het Koningin Wilhelmina Wandelhoofd genoemd. De pier lag er tot 1943 in de oude vorm. Toen brandde die af. Opzet? Men denkt het. Want er zijn boze tongen die beweren dat de oude pier voor de Engelsen, in de optiek van de Duitsers, misschien wel een te gemakkelijke landingsplaats was in de oorlogsjaren 40-45. In ieder geval, de pier van vroeger was het hoogtepunt van een niet eens zondags en niet eens zomers uitje. Beelden die vervlogen zijn inmiddels, zoals ook de pier in rook opging. Maar de nieuwe pier markeert Scheveningen, zoals het is. En het strand, zoals het was en is, markeert Den Haag en Scheveningen. Een unieke combinatie.